Van antiek tot heden. Opvallend bij Art Nocturne is de grote verscheidenheid. Naast deze installatie van de Colombiaan Rafael Gómez Barros vind je er ook deze authentieke Jacob Jordaens als blikvanger. Voor 290.000 euro hangt het schilderij aan jouw muur. Geweldig schilderij, mooie maat, veel figuren, is zeg maar heel kleurig geschilderd, heel bont. Zit veel pentimenti in, betekent dus dat Jordaens zelf daar ook al enorm aan gewerkt heeft in die tijd. Onder het traditionele aanbod vallen ook de talrijke juwelencollecties. Liefhebbers van oude en moderne creaties kunnen hier op een discrete manier de pronkstukken bewonderen en informeren naar de prijs. Eerlijkheidshalve zou je toch vanaf 500 euro moeten beginnen. Daarna kunnen we daar een paar nulletjes aan toevoegen. Op de beurs is er ook een grote keuze aan Zuid-Amerikaanse en Chinese kunst. Er zijn unieke stukken te bewonderen die in de collectie van een museum thuishoren. Aan de echtheid van de Chinese grafgiften die de Mingke Gallery uit Waardamme aanbiedt, valt niet te twijfelen. Het wordt heel moeilijk. Er mag in principe niks uit China meer komen. Maar grenzen dichtmaken is toch heel moeilijk. Maar het wordt met de dag moeilijker, vooral voor stukken van grote kwaliteit. U bent op smokkelaars aangewezen. Ja, ik mag niet echt zeggen dat het smokkelaars zijn, maar het mag... Inderdaad, het mag niet meer uit China. Maar er zijn mensen die het uit China halen en dan wordt het op een internationale markt gebracht. Art Nocturne Knokke vindt plaats in cultuurcentrum Scharpoort en Hotel La Reserve en loopt nog tot het weekend. De beurs wordt gecombineerd met de beeldenwandeling Sculpture Link Knokke.